Dit is Drenthe Nu van vrijdag 19 augustus met vandaag. Boeren hangen omgekeerde Nederlandse vlaggen na een week weer terug in Nijeveen. Van Jongerendag tot popfestival. Speelpop bestaat 40 jaar. En vuursteenbewerkers strijden om Nederlandse titel vuistbijl maken in Diever. Er stiet weer van alles op de agenda in Drenthe dit weekend. Daar praat ik je dolkies wel even over bij. En een van die dingen, het weer. Zo geliefd, not nice. Heel goedenavond. Het kabinet wil de gasopslag Norg verder vullen voor de winter begint. Op dit moment is de opslag voor 80% gevuld. Maar bewoners rond de gasopslag zijn ongerust over mogelijke schades die dat gaat opleveren. En daarom kijkt de overheid of een schaderegeling versoepeld kan worden. Om schade aan huizen vergoed te krijgen, moeten bewoners kunnen bewijzen dat deze is veroorzaakt door de gasopslag. Die regeling wordt nog eens tegen het licht gehouden. De provincie en de gemeente Noordenveld zijn blij met deze handreiking, maar vinden dat de schaderegeling hoe dan ook verbeterd moet worden. Een week lang waren ze verdwenen uit Nijeveen, de omgekeerde Nederlandse vlaggen. Ze werden verwijderd op verzoek van de gemeente Meppel vanwege de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. En nu hangen ze er weer. Met hoogwerkers reden de boeren gisteravond door Nijeveen om de vlag weer omgekeerd aan de lantaarnpalen te hangen. Het is afgesproken met de gemeente en volgens de boeren nog steeds nodig als uiting van protest. De reden voor ons protest, daar is eigenlijk nog niks aan veranderd. We hebben nog steeds het gevoel dat er in Den Haag nog niet naar ons geluisterd wordt. We hebben wel oplossingen aangedragen, maar naar ons gevoel wordt er gewoon niet geluisterd in Den Haag. Dus hangen we de vlaggen weer op. Heeft het zin om ze nog op te hangen? Ja, nou, het is toch een uiting van ons ongenoegen. Dus qua dat heeft het wel zin. Het is zichtbaar dat we het er niet mee eens zijn. Dus ja, het hangt overal. In elke plattelandsgemeente waar je binnenrijdt hangt vol met omgekeerde vlaggen. Dus het signaal is volgens mij wel duidelijk dat op het platteland en niet alleen de boeren, dat de hele omgeving het er eigenlijk niet mee eens is hoe dat gaat. Niet iedereen kan de protestvlaggen van de boeren waarderen. Veteranen hebben de laatste tijd laten weten moeite te hebben met het zien van de omgekeerde vlaggen vanwege de offers die in naam van de Nederlandse driekleur zijn gebracht. Want we hebben wel respect voor de veteranen en voor de militairen van ons land. Dus het is niet een disrespect naar de vlag toe, totaal niet. Het is onze uiting van het symbool dat wij in nood zijn. En daarom hangen we de vlag op de kop op. En als het aan jou ligt, hoe lang blijven die vlaggen hier in het dorp hangen? Nou, totdat er naar ons geluisterd wordt in Den Haag. En dat er oplossingen komen voor het stikstofprobleem. Het voorterrein van het aanmeldcentrum voor asielzoekers bij Ter Apel wordt aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat meldt de gemeente Westerwolde, waartoe Ter Apel behoort. Op deze manier krijgt de politie meer ruimte om bij het overvolle centrum de veiligheid te garanderen. Via bijvoorbeeld preventief fouilleren en verscherpt cameratoezicht. Met name kwetsbare vrouwen en kinderen, maar ook personeel dat op het terrein werkt, moeten beschermd worden. De laatste weken is het erg druk bij de poort van het aanmeldcentrum. Regelmatig slapen er groepen vluchtelingen buiten. Zwelo wordt vanavond overspoeld door enkele duizenden bezoekers vanwege Zwelpop. Begon ooit als jongerendag, maar nu, 40 jaar later, is het oudste popfestival van Drenthe. Een menigte die losgaat op muziek van bekende bands. Dat is het beeld dat we kennen van Zwelpop. Hoe anders is dat in 1982, als twee jeugdzo's in Zwelo samen iets voor de jongeren mogen organiseren van de gemeente. Ja, bedenk maar wat. En toen dachten wij aan een jongerendag, om iets voor jongeren te organiseren. En dan zou het wel heel mooi zijn om een popconcert ervan te maken. Maar eerst waren er 's middags sportactiviteiten. Het hoogtepunt werd de avond met een optreden van Herman Brood. Dat was natuurlijk een topper in die tijd. Ja. En we waren avondtrots. Ja, eigenlijk nog steeds. In de jaren daarna volgen vele andere hoogtepunten. Wij wilden natuurlijk geld binnenkrijgen. En in die tijd was een recordpoging altijd wel in. In die tijd gingen ze paal zitten en dergelijke. Wij hebben verschillende recordpogingen gedaan. Volgens mij iets van 85 uur volleyballen. Iets van 80 uur op een wc-pot zitten. Wipwappen, iemand heel lang gedaan. En ik heb 22 kilometer gekropen. Recordpogingen, ze worden nog steeds gedaan. Maar uiteindelijk draait het om het feest. Artiesten als Golden Earring, Cresip en Snollebollekes, ze kwamen allemaal. Al zorgde het soms voor hoofdbrekens. Het praten over Cresip was een enorme kostenpost.
dat we echt heel lang hebben vergaderd van doe het wel, doe het niet. We kunnen er een huis verkopen. Het was gewoon over de ton. Het was wel geweldig. Een heel mooi optreden. Vanavond geen Cressip, wel Antoon, Dickie Dex en het Noordpoolorkest met onder meer Douwe Bob. Ach, wie er ook staat, het maakt niet zoveel uit. Zwelo geniet toch wel. Wie maakt de mooiste vuistbijl? Nou, vuursteenbewerkers strijden dit weekend om de Nederlandse titel in het Oermuseum in Diever. Maar hoe maak je eigenlijk zo'n stuk gereedschap uit de prehistorie? Nou, we gaan op bezoek bij een expert. Elke Drent weet, en ook alle die Drenthe komen bezoeken, dat Drenthe het land van stenen is. Het ligt er vol mee. Ernest Mos is een gevreesde kandidaat dit weekend. Hij heeft de titel van Nederlands kampioen vuistbalmaken al eens op zijn naam gezet. Hij weet er dan ook alles van. Hoe kenmerkt een goede vuistbijl zich? Waar moet hij eigenlijk aan voldoen? Nou kijk, hij moet in de vuist passen. Daarom heet hij ook vuistbijl. En dan snij je gewoon met dit gedeelte. En je kunt er ook nog eens een keertje mee boren. Of gewoon iets krassen. De meeste vuistbijlen zijn al lang geleden gemaakt door onze voorouders in de oude steentijd. En onder andere gebruikt voor de jacht. Maar hoe deden ze dat? Het gaat om de randen, want die randen moeten eigenlijk als een kartelmes gaan werken. En dat kan je dus met die klopsteen doen. Je kan ook nog eens een andere nemen. Maar iedereen moet heel hard oefenen, zoals met alles wat je doet. Maar een beetje aanleg helpt wel. Dus die 2% Neandertaler genen, als die een beetje goed zitten. En als die bot is, dan sla ik er weer een nieuw randje aan en dan is hij weer scherp. En zou je hiermee het NK winnen? Dat weet ik niet. Als cafés verdwijnen uit de dorpen, nemen dorpshuizen vaak functies over. Zijn ze dan de redding voor het dorpsleven of juist een geduchte concurrent van de kroeg? Nou, in de zomerserie Eén met de jas aan zoekt verslaggever Janine Hofstegen een antwoord. Een dorpshuis lijkt in zekere zin op een café. Er is een bar, een plek om samen te komen en gezelligheid. Als kroeghouders kopje ondergaan, neemt het dorpshuis dan ook vaak bepaalde functies over. Ik had er nog nooit zo bij stilgestaan, maar sommigen vinden dan ook dat het de dorpscentra zijn die cafés de das om hebben gedaan. Dat is natuurlijk gewoon een dikke concurrent geworden. Dat was van de overheid uit. En dat heeft een enorme klap gemaakt aan de normale structuur van zoals het was in dat café. Want hier gebeurde het hele maatschappelijk gebeuren. Maar dat intieme, zoals dit café dat ook heeft, dat heeft zo'n buurthuis never en nooit gehad en hebben ze het vandaag de dag nog niet. Maar het kan ook andersom. In Langelo dreigt het enige café te verdwijnen tot iemand op het idee kwam om er een stichting van te maken. Is dit nou een café of is het een dorpshuis? Het is allebei. Het is allebei. Het is een café met een dorpshuisfunctie. En het dorp heeft dit toentertijd gekocht, 5 jaar geleden alweer. En met het doel om voor de verenigingen het café te behouden. En toen hebben ze een pachter gezocht en dat zijn wij. Alineke en Jos leggen hun hele ziel en zaligheid in café Langelo. Het gastheerschap lijkt ze in het bloed te zitten. Het is gewoon mijn ding. Het is niet dat ik denk, oh, ik ben 7 uur al bezig met het ontbijt, ik sta hier 12 uur 's nachts nog. Nee, dat is gewoon het is mijn leven of zo. In Langelo betekent een dorpshuisconstructie de redding van het café. Maar in de rest van Drenthe gaat het nog steeds rap achteruit met de dorpskroegen. U en ik vinden dat heel jammer. Maar misschien vindt de rest van het dorp dat wel helemaal niet jammer. Jawel. Mensen willen allemaal naar gezelligheid. Het is het beste verkopen product dat er bestaat. Maar de cijfers liegen er niet om. De conclusie van deze serie is, tot mijn spijt, dat er weinig toekomst is voor de echte bruine kroeg in dorpen. Dat hele cafégebeuren zakt weg. Dat kan bijna nergens meer, omdat je er gewoon niet van kunt leven. Overal wordt het minder in de dorpskroeg. Het enige dat we nog kunnen doen, is ervan genieten nu ze er nog zijn. Nog hem één met de jas aan. Ik zou zeggen, jongens, op naar het café. Het Drents café. Het Drents café. Ja.
Festival Veenhuizen, Bourgondisch Bellen, het Vliegenfestival, Boerenrock, Zweelpop. En op de Titibaan achter mij is ook vast wat te doen. Ik noem zo in mijn paar festivals en ik vergeet er vast ook nog wel wat. Maar wat voor weer kreeg ze daarbij? Nou, vrees hier. Vandaag hadden we dat betreft twee gezichten, een fijn zonnigie zoals non, maar er was ook wel wat regen op sommige plaatsen. Die buien die verdwenen vanavond overal en het koelde af naar een graad of 14. Morgen heeft de zon een grote rol. Er zijn nog wel wat wolken, wat hoge bewolking, maar het mag niet veel naam hebben. Plaatselijk kan het zelfs 24 graden worden en het blijft droog. Dan kijken we nog even vooruit. Wat weer betreft liep de zondag wel wat op de zaterdag. Temperaturen in dezelfde hoek. Iets meer bewolking. Smiddags kan er wat regen vallen, maar het mag niet veel naam hebben. Maandag wordt de kans op een bui wel wat groter in de middag. En ja, na maandag dan komen de zomerse temperaturen terug. Die gingen dus wat omhoog en de kans op de zon wordt wat groter. Een heel schier festivalweekend voor de boeg in ieder geval. Tot aan de week. Tjö. Robert, dankjewel. Dit was Drenthe Nu. Kijk voor meer nieuws op de app of site rtvdrenthe.nl. En dan leest u onder meer over de Vuelta. Want die grote wielerwedstrijd die begint vanavond buiten Spanje in Utrecht. Maar 13 jaar geleden gebeurde dat voor het eerst hier bij ons in Assen. De organisator van toen wordt er nog altijd enthousiast van. Lees maar even. Voor nu, heel fijne avond. Goed weekend gewenst, hè? En tot morgen.